Jan Tamino en Floriade maken plannen bekend. Floriade presenteert zich op Hortifair, startbouw China Paviljoen en 1 miljoen bloembollen op het Floriadepark. Dit is Living Nature, alles over Floriade 2012. Eind oktober maakte couturier Jan Tamino en Floriade tijdens een persmeeting bekend hoe de eerder aangekondigde samenwerking inhoudelijk vormgegeven wordt. De bekende Nederlandse ontwerper is verantwoordelijk voor 5 unieke ontwerpen, een masterclass, de bedrijfskleding en de Floriade Fashion Week die in mei 2012 plaatsvindt met als slotstuk de Floriade Fashion Show. Wat voor mij de hoogtepunten zijn tijdens Floriade Fashion Week is denk ik toch wel de show. Omdat daar eigenlijk alles samenkomt van het hele traject wat we aan het ontvouwen zijn. Dus zeg maar, we laten daar zien wat de masterclass heeft gedaan en we laten zien wat ik daar heb gedaan. En alles komt daar in één keer tot leven. Dus je hebt daar in één keer op dat hele grote podium in één keer de jurken levend, wat kleding kan doen levend. En nou ja, dan wordt er samenspel tussen Jan en Floriade in één keer heel duidelijk getoond. Tamino heeft speciaal voor Floriade 5 unieke jurken ontworpen, waarbij hij inspiratie haalde uit de natuur. Het publiek kan de ontwerpen van Tamino tijdens de gehele Floriade-periode bekijken in de binnententoonstelling Villa Flora. Er komt ook een masterclass over design en duurzaamheid. Deze bestaat uit 4 delen, waarvan de laatste 2 plaatsvinden op 10 en 11 mei in het open atelier in het Floriadepark. Tijdens de Floriade Fashion Show worden de 15 ontwerpen, gemaakt door de studenten die de masterclass volgen, getoond aan het publiek. Het zijn in principe modestudenten die aan de masterclass mee gaan doen. Ook juist om hun met materialen in aanraking te laten komen, om eens mee te denken en hun mening te formuleren over wat die duurzaamheid en sustainability dan voor hun in kan houden in hun toekomst als ontwerper. Waardoor als ze in de toekomst ergens gaan werken, voor zichzelf gaan werken, dat ze dat natuurlijk ook mee kunnen geven of nemen. En we krijgen daarna ook nog een soort open, het is niet echt een workshop, maar de mensen die er naartoe komen kunnen ook, als ik het goed even uit mijn hoofd heb, 2 dagen zeg maar zelf werken in het atelier en daar zelf met de materialen werken en alle producten werken en zelf daar ook nog een mening vormen en sowieso geïnspireerd raken. Ook is Tamino dus verantwoordelijk voor het ontwerp van de bedrijfskleding van Floriade. Deze is geïnspireerd op klassieke tuinderskleding. Dat is een heel bijzonder iets om nu gedaan te hebben. Omdat voor het eerst dus in mijn leven de mannen bij komen kijken die ik aangekleden. De vrouw die aangekleed wordt en die daar ook nog echt moeten werken. Dus dat ja, is een hele leuke uitdaging en is heel leuk geweest om te doen. En ik zie er ook heel erg naar uit om. Ik hoorde net dat er 500 mannen aan het werk zijn gedurende die 6 maanden op verschillende tijden. Dus ja, ik ben heel benieuwd om zeg maar in één keer een heel peloton Jan Tamino mensen aan te zien komen in een Floriade jus. Tijdens de internationale Hortifair in de Rai in Amsterdam heeft de Floriade zich weer gepresenteerd aan de internationale tuinbouw. De Hortifair is de grootste internationale vakbeurs over techniek, innovatie en inspiratie in de tuinbouw. Tijdens een van de expo-dagen ging Floriade 2012 in op de laatste stand van zaken en de samenwerking met Hortifair. Dit is het derde jaar dat de Floriade aanwezig is op de Hortifair. Als het ware de aanloop naar de Floriade 2012. We hebben een vrij intensieve samenwerking waarbij we over en weer communicatiefaciliteiten aan elkaar bieden. En wat heel leuk is om te vermelden is dat de samenwerking ook zover gaat dat we ook voor standhouders van de Hortifair in april 2012 een hele grote aftrap gaan maken op de Floriade. En daar gaan we dus ook het nieuwe Hortifair concept verder uitbouwen en vertellen aan de wereld. En dan is de Floriade een prachtig podium daarvoor. Algemeen directeur Paul Beck van de Floriade en Nico Komen, voorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad, gingen in op de laatste voorbereidingen van Floriade 2012. We staan hier heel ontspannen en heel zelfverzekerd ook eigenlijk. Omdat we, ik heb in ieder geval en met mij een heel groot deel van de tuinbouwachterban, een beeld opgebouwd van deze Floriade.
waarin wij ook in onze vakpers regelmatig gepubliceerd hebben gezien. En ik heb daar één constante lijn in gezien. Steeds een hele positieve, van wat gaat daar gebeuren? Dat is een ander concept. Daar hebben we nog niet eerder zo'n formule achter gezien. En dat gaat nieuwsgierig maken. En dat gaat straks een groot feest worden. Dus we hebben een hele rustige tijd. Laat de jongens maar bouwen daar. Ja. In het begin is het natuurlijk spannend om zo'n concept te realiseren. Je praat over andere Floriade. Ja. Hè, die je toch andere accenten. Die de Nederlandse Tuinbouw heeft meegegeven. Niet alles is vanzelfsprekend. Ook wij hebben mensen moeten overtuigen om het te doen. Maar als je het eenmaal gehad hebt, dan werkt het heel gemakkelijk. De Tuinbouw is natuurlijk het belangrijkste bedrijfschap die wij in Nederland kennen. En ik denk dat je nu ook ziet dat juist de tuinders en alle bedrijven die ermee te maken hebben echt trots zijn wat hier komt. Dus ik kan het eigenlijk, wat jij ook zegt Nico, kan ik ook bevestigen. Het is een relatieve rust bouwen het op. En we zitten goed op schema en het ziet er bijzonder goed uit en innoverend. En ik denk, ja, we weten pas volgend jaar of het werkelijk zo is, maar dat het best een succes zal worden. Op het Floriadeterrein is deze maand gestart met de bouw van het China-paviljoen. Dat gebeurde met een officiële ceremonie. Op het themaveld World Show Stage kwamen afgevaardigden van de Chinese ambassade, de China Flower Association en Floriade bij elkaar om de eerste steen te leggen. 1, 2, 3, Dit is een van de grootste paviljoens van de Floriade, maar ook een van de paviljoens met de meeste beleving. En daar zijn we mee, erg blij mee. We zijn al een aantal jaren bezig om China hier naartoe te halen. Ik kan zeggen dat wij de gesprekken met China bijzonder plezierig vonden. En vorig jaar hebben we het contract ook getekend om dit paviljoen hier te realiseren. China zal deelnemen met een inzending van ruim 1500 vierkante meter en heeft hiermee een van de grootste inzendingen aan de Wereld Tuinbouw Expo. Eeuwenoude tradities en nieuwe innovaties in de Chinese tuinbouw staan in de tuin en de bouwwerken centraal. Deze maand werd een start gemaakt met de aanplant van de bloembollen op het Floriadepark. Meer dan 1 miljoen bloembollen gingen er rond in. Bijzonder is dat vanuit heel Nederland bijna 45 kwekers en handelaren meegewerkt hebben aan het project dat onder leiding staat van de gerenommeerde groenontwerper en beplantingsspecialist Jacqueline van der Kloet, die blij is met de mogelijkheden die ze gekregen heeft. Dat ik de combinatie mag maken tussen bloembollen en bestaande beplanting. Vastplanten, heesters, bomen. Op vorige Floriades was het eigenlijk de bloembol op zich. Maar dat is lang zo mooi niet. Deze combinatie is veel verrassender en leuker. Dus daar ben ik heel erg blij om dat ik dat heb mogen doen. Op de Floriade zijn er 5 verschillende themavelden. En elk veld proberen we een andere sfeer te geven met een andere samenstelling van bloembollen. Hier gaat het eruit zien alsof het heel spontaan zich hier ontwikkeld heeft in samenhang met de bestaande beplanting. We gebruiken hier geen normale tulpen, narcissen en hyacinten, maar allemaal kleine bolletjes die na elkaar bloeien. Dus we hebben hier straks 6 weken achter elkaar een heel verrassende bloei. Er is gekozen voor een vernieuwend beplantingsconcept dat luistert naar de naam de Dutch Wave. Nou, dat is eigenlijk de Hollandse manier, de Nederlandse manier van met planten omgaan. Wij zijn niet zo conventioneel als de Duitsers en de Engelsen. En wij planten onze beplantingen meer als beplantingen die er spontaan gemengd worden en opkomen. En dat noemen ze de Dutch Wave. In het voorjaar van 2012 gaan er nog eens 800.000 bollen de grond in. Het gaat dan om de zogenaamde zomerbloeiers. En tot zover Living Nature. We zijn er weer over een maand, donderdag 22 december. Graag tot dan!